He, dus dan bel ik Eshuis, Oosterveld, Van der Elst, Perik en Tijhoff. De lintjesregen zag er door de corona dit jaar anders uit dan anders. Burgemeester Arjen Gerritsen belde de 5 gedecoreerden op, waaronder Albert Eshuis. Met Albert. Dag meneer Eshuis, u spreekt met Arjen Gerritsen, gemeente Almelo. Ja, sorry, we mogen even om glimlachen. Ja. Vandaar, ja, nu snap ik het. Nou, ik hoop dat u vriendelijk glimlacht, want ik bel u met een wat bijzondere boodschap deze ochtend. Ja, ik denk dat ik al weet welke boodschap het is. Maar zal ik hem zelf brengen voordat u hem zelf gaat opnoemen? Ja, natuurlijk. U bent hoogste gezag in Almelo. Nou, dus, ja, dat denken burgemeesters wel eens, maar dat is niet altijd zo natuurlijk. Ja, meneer Eshuis, ik mag u bellen omdat er een de afgelopen periode, afgelopen jaren mag ik wel zeggen, bent u buitengewoon actief geweest in onze gemeente, in onze gemeenschap. He, zowel als voorzitter van IVN, als voorzitter van het Dennis Lee-comité, dat helaas ter ziele is, althans een slapend bestaan leidt. Maar ook als bestuurslid van het Stadsmuseum. Ja. U bent een amateurarcheoloog, u zoekt de bodemschatten van Almelo bij elkaar, u registreert ze, u beschrijft ze. En u vertelt er zelfs verhalen bij. U geeft er lessen over aan het basisonderwijs. Nou, kijk eens aan. Ja, en dat zijn... Bijna te veel van. Nou ja, maar het is wel een buitengewone verdienste die u heeft voor de samenleving. En er zijn heel veel mensen zijn daar heel blij om. En het valt ook heel veel mensen op. En dan zal ik inderdaad het doek er maar van afhalen. Het is zozeer opgevallen dat u door de koning bent benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor al die verdiensten. Nou, kijk eens al, het stond al in de krant op de voorpagina, maar dan moest je die uitknippen. Ja, maar ik heb de echte, nou, die mag u uitknippen, maar de echte die heb ik voor u. Maar ja, u begrijpt al, vanwege de coronavirus kan ik dat niet aan u uitkomen reiken vandaag. Nee, ik snap het. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zullen we maar zeggen. Hij wordt hier bewaard en later, op een later moment dit jaar, want er zijn nog meer mensen zoals u die vandaag gehuldigd worden. Ja. Ja, dat neem ik wel aan. Op een later moment dit jaar breng ik u allemaal bij elkaar en ga ik dat lintje heel graag aan u uitreiken. Nou, kijk eens aan. Nou, ik ben echt onder de indruk. Als het goed is, zijn er mensen om u heen die in het complot zaten en die hiervan wisten dat ik zou gaan bellen? Ja, ik zie het al. Ik zou alleen komen. Ik had toevallig. Ja, dan had ik vanmorgen ook nog 5 van die trompoezen gekocht. Ja. Ik denk, nou ja, wie weet, hè, dus... Dat was in ieder geval, dat heeft u goed aangevoeld, meneer Eshuis. Ja, dat klopt. Ik feliciteer u van harte. Dank u wel. Ik kom hem op één moment, hoop ik dat ik hem in goede gezondheid aan u mag uitreiken. Geniet van dit moment, geniet ook van de mensen om u heen. Maak er een feest van. Oké. Nou, ik ben nogmaals echt onder indruk. Ik had het niet verwacht. Ik had er geen schitterend beetje door je heen van. Wie is dit jaar aan de beurt, hè? Nou, u dus. Dat ik zelf daartoe behoor. Nou, dat is gewoon geweldig. U had het niet verwacht, maar u heeft hem dik verdiend, meneer Eshuis. Nou, dank u wel. Akkoord. Een hele fijne dag gewenst. Ja, bedankt hoor. Akkoord. Dag. God zal het weten. Ja, mooi hè. Mooi. Hey, mooi. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, dat is mooi hoor. Je hebt mooi gedaan. Dankjewel. Ik denk dat ik weet wat jij hebt gedaan.